Nu rust het met 700 andere lotgenoten in het schedelhof van Ward Geldof in Morkhoven. En het kan niet anders of u heeft vragen rond dit schedelhof. Wij ook. Zondagavond om 8 uur op VTM. U ziet het, Martijn de Jonge heeft niet stilgezeten deze week. Servicegolf, een programma om naar uit te kijken dus. En tot slot van de avond nog een flash van het nieuws. Danone heeft bio gemaakt. Bio met actieve bifidus. Bio van Danone. Je ziet van buiten goed wat bio van binnen doet. Fijnproevers weten het. Deze goede, smakelijke pâté komt uit onze Ardennen. Pâté van Lenuton. In handige plakjes, altijd ovenvers verpakt, in glazen potjes of in terrines. Pâtés van Lenuton. Romig, zacht of kruidig, goed voor elke gelegenheid. Lenuton. Pâtés voor nu, met de smaak van toen. Dit is voorgoed verleden tijd. Met Pattex Montage lijmt u voortaan snel hout, steen, metaal, kunststof en zelfs piepschuim. Op elke ondergrond. Supersnel, supersterk, binnen en buiten. Pattex, als het echt vast moet zitten. Snoer je helm vast en kom je inschrijven bij ASB Interim. Als je er echt werk van maakt, dan kan je carrière beginnen. Steeds meer presteren, dat is Fania Pocket. Fania Pocket absorbeert beter, omdat het ratingsoort bevat. Fania Pocket, ultradun, 100% efficiënt. Ik zit hier midden tussen de mais van Hak. Nee, hier. En dat is jonge Hollandse mais. Rijk aan eiwitten, rijk aan vezelstoffen. Ja, hallo, hier. Afijn, een rijke groente. Schatrijke groente. Ik zit hier. Is daar. Nou, de mais van Hak is dus heel lekker. Die moet u echt eens proberen. Als groente, bij koude schotels. Maar hoe dan ook, bij Hak weet u wat u koopt. Een hele goede nacht, dames en heren. Ik overloop met u nog eens de hoofdpunten uit het nieuws van vandaag. In Groot-Brittannië zijn 2 reizigerstreinen op elkaar gebotst. Dat gebeurde ten zuiden van Londen. De juiste oorzaak van het ongeval is nog altijd niet duidelijk. Wel staat vast dat de 2 treinen op weg waren naar Victoria Station in Londen en dat op hetzelfde spoor. Vele passagiers raakten gekneld. 6 personen zijn ter plaatse overleden. En dan was er ook weer de affaire Rushdie. Het Vaticaan zegt in een commentaar dat het boek de satanische verse godslasterlijk is en beledigend voor de gelovigen. Er is nu ook heel wat te doen over de clip van de nieuwste single van Madonna. Die heet Like a Prayer. Een katholieke groepering vindt de clip godslastering. De Italiaanse staatstelevisie Rai heeft nu besloten de clip niet uit te zenden om alle verdere moeilijkheden te vermijden. Een aantal Brusselse GB-warenhuizen lagen er vandaag leeg en verlaten bij. Het ging om een staking van de Socialistische Bediendenvakbond van Brussel-Halle-Vilvoorde. Ze protesteren op die manier tegen het beleid van de gewestelijke directie. En dan is er ook nog de hele herrie rond de openingswedstrijd van het Belgische wielerseizoen, de Omloop het Volk. Tenzij je vandaag op een buitenlandse zender was afgestemd of helemaal geen televisie hebt gekeken, weet u ondertussen al dat die wedstrijd niet rechtstreeks is uitgezonden door de BRT-televisie.
Dat is een beslissing die de BRT zelf heeft genomen, omdat die openbare omroep geen vrede nam met de exclusiviteit van de rechtstreekse uitzending. Waar niemand enig bezwaar tegen had, de organisatoren niet en VTM evenmin. Maar de BRT wilde ook nog verhinderen dat VTM met eigen cameraploegen zelf een verslag maakte. De BRT heeft VTM wel aangeboden om die beelden te gebruiken tegen betaling van een symbolische frank. Maar daarmee zou VTM meteen aanvaard hebben dat nieuws een eigendom is dat kan worden verkocht. Omdat de directie van VTM vindt dat de commerciële omroep groot genoeg is om zijn eigen nieuws te maken, besloot de BRT dan om zijn publiek geen rechtstreeks reportage te gunnen. En we zouden het bijna vergeten dat nationaal kampioen Etienne de Wilde die Omloop het Volk gewonnen heeft. Het was al zijn 8e overwinning dit seizoen. In de hoogste voetbalklasse heeft Anderlecht met 2-0 verloren op het veld van Club Luik. Als KV Mechelen morgen wint bij Kortrijk, dan heeft de leider al 6 punten voorsprong op Anderlecht. Antwerp klopte Charleroi met 1-4. Club Brugge won van Lierse met 3-1. 1-3, dat was de eindstand van Racing Mechelen Standaar. Lokeren versloeg Sint-Truiden met 4-2. Beerschot Waregem en Racing Genk Cercle Brugge...